middag of avond. Dat ligt er natuurlijk aan wanneer jij de video kijkt. Welkom, de Mitchenader hier. En welkom bij een nieuwe video. Ja, we hebben een nieuwe video vandaag. En mijn kleine broertje, de Levinator, die had een fantastisch idee. Want hij kwam iets op internet tegen. En hij zei, je moet dit en dit bestellen. Dus ik heb dit en dit besteld. En ik ga hem dus nu even zoeken om te kijken wat zijn idee eigenlijk is. Oké. Yo! What up, kiddo's? Maar dus, Levinator, wat is deze challenge? Ik heb hem helemaal al bedacht. Hij is echt wel leuk. Je doet hem aan een mondharmonica in je bek. Wacht. Je hebt hem gewoon gejat, hè? Je hebt hem niet zelf bedacht, hè? Ja. Oké, maar dus de mondharmonica challenge. Je doet een mondharmonica in je mond. En dan bijvoorbeeld een porretje. Dan komt er een geluid uit je mond. Ah, dat is... En dan komt de mondharmonica komt echt een uit je bek. Oké, dus... Dus, laten we zeggen, we gaan elkaar op 3 manieren pijn doen. Degene die het meest geluid maakt, die moet iets doen. Ik zal een liedje spelen of zo. Die moet een liedje spelen op de mondharmonica, oké. Of die moet in de vijver zitten. Nee. Dan kom je er geen meer kijken. Nee, we doen gewoon een liedje. Ja, we doen gewoon een liedje. Deal? Deal. Let's go. Let's go. We hebben dus... Ben je er klaar voor? Nee, ik ben er niet klaar voor. Oké, dus ik heb 3 dingen voorbereid. En Levi heeft 3 dingen voorbereid. En die gaan we doen. En wie de minste keren speelt de mondharmonica, die heeft gewonnen. Let's do this. Als allereerste wapen hebben we dan... Een koekenpan. Een koekenpan op de knietjes met 1 tikje zo. Oh, dit gaat zo lachen worden. Ik heb ook de grootste gepakt. Dan moet het meeste pijn doen, zou ik zeggen. Hier gaat hij zeker wel af van. Oké, als allereerste. Dit moeten we gewoon doen. Kijk dit. Knie naar voren. Je mag kiezen welke knie. Maar 1 van de 2 knieën, die gaat pijn lijden. Die... Oké, daar gaat ie. Ik was al lang om hier nou. Dit is af. Ja. Dit is af. Oké. 1 puntje voor mij. Als volgende heb ik daar ijsklontjes. Lekker koude ijsklontjes. Daar gaat hij vast van genieten. Als hij dadelijk deze in zijn rug krijgt. Hij zit in je broek. Oh, dit is echt leuk. Ja, je zit nu wel vastgebonden, dus ik heb geen idee hoe we die eruit gaan halen. Sorry, heb ik niet over nagedacht. Domme ik. Maar je bent nu al 2 keer af. Je hebt er eentje te gaan. En als laatste heb ik daar dan mijn drinkfles. En wat is er nou zo bijzonder aan mijn drinkfles? De onderkant is gewoon keihard staal. Hier zit een beetje water in, dus dit zal vast lekker hard
op zijn tenen komen. Laten we dat doen. Ik heb er iets. Mijn fles. Met het aan de andere kant. Weet je wat daarmee? luister, weet je wat we hiermee gaan doen? Steek je poot uit. Steek je poot uit. Ik ben twee keer af. Dus dat is, je hebt het redelijk oké gedaan allemaal. En nu ben ik aan de beurt. Als eerste ga ik die mondharmonica schoonspoelen. Ik heb er allemaal in gekweld, maat. Haal dat ding nu uit mijn broer. Oh ja. Oh. ik zal je even losmaken. Ja. En toen was ik aan de beurt. De pap, zwaar effectief, best zwaar, gemene, harde kant en heeft goed wat gewicht bij zich. Kijk hoe onze Mitchenader hiervan gaat genieten. Ik heb wel een beetje van. Oké, ik vind het best spannend. Spannend. Klaar. Oh, wat kan ik niet doen? Knieën ze nou! Klaar? Ja. Als volgende, Tondering. Hij is best stevig en hij heeft metalen kantjes eraan hier. Dus ja, dit gaat pijn doen. Echt akelig veel pijn. Klaar? Wat ga je doen? Klaar. Wat ga je doen? Op je bovenbeen. Nee. Die viel wel mee, alleen ik schrok heel erg. Ik schrok echt best wel erg. Ding! De bokshandschoen. Kijk, de bokshandschoen is eigenlijk om iemand echt te verdedigen in een boksgevecht. Dat je hem niet echt helemaal kapot slaat. Dus valt er best mee. Maar als je weet waar je hem slaat, dan doet het best wel pijn. Ik heb Mitchell verteld dat ik hem op zijn dijbeen ga slaan. Ga ik dat doen? Nee, zeker is niet nee. Waar gaan we slaan dan? Zonder alle tanden uit mijn mond te slaan. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Ben je klaar? Waar ga je slaan? Nee, daar ga je niet slaan. Dat gaat niet gebeuren. Ja, gewoon op de dijk. Ja, is goed. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Ik moet even iets vertellen. Want Levi spreekt net met me af dat hij me zou gaan raken op mijn dijbeen. Ik weet niet of jullie Levi een beetje kennen. Maar Levi raakt mij niet op mijn dijbeen. Levi raakt me op een andere plek. Een erg gevoelige plek. Waardoor ik zo dadelijk dood ga van de pijn. En daarom wil ik vast zeggen tegen mijn kinderen voor later... Hebben jullie nou een handicap? Zie je er een beetje lelijk uit? Het komt door ome Levi. Oké, thanks. Doei. Dag.
Waar? Nee. Zingen. Ja, hou je mond maar, gladjoekol. Ik... Jo, rapje, dat is een beetje nederig hier. Ik zweer. Echt, mijn linkernoot. Mijn linkernoot is vandaag gestorven, jongens. Iedereen in de comments, rip Mitchell heet als linkernoot. We gaan naar... Hashtag rip Mitchell's noot. Ja, is goed. Ja, ik heb verloren, hè. Ja. Ga maar op de stoel zitten, gaan we een liedje spelen. Ga je maar een liedje spelen. Gewoon een rode nerf geweest. Nou, heb je nou genoten van deze video? Wat moet je dan doen? Abonneren. En liken. En doorsturen. Want als je dit niet doet, komen we naar je huis. Hij komt naar je huis. Ja, ik kom naar je huis. Maar dus, als je hebt genoten van deze video, like, comment, abonneer op dit kanaal. Als je dat leuk vindt, dan word je lid van de Missionator Squad. Dankjewel voor het kijken. En dan zie ik jullie weer in een nieuwe video. See you later, Missionator.